Oh, die heeft nog wat over, hè? Lim Altena. Goed gedaan, Lim. Dan gaan we even naar de andere kant voor de prijs uitreiken. Voor de categorie meisjes tot en met 8 jaar gaat in de naam van de groot. Voor de eerste plaats Lisa van Doorn, de tweede plaats Willem Pos en de derde plaats Lucia Hoffman. Maar die uitslag nemen, dan gaan we zo nog staan. Nou, op een derde plaats Lucia Hoffman. En op een mooie tweede plaats Willem Pos. En op de eerste plaats Lisa van Doorn. Gaan we nu met iets de prijzen uitreiken. Op een derde plaats Lars Hoffman. Gefeliciteerd jongen. Die heeft het goed gedaan. Op een tweede plaats Jurre de Jonge. En op de eerste plaats Roan Hoekman. Goed gedaan, ben ik iets wel over te zeggen en dan hebben jullie netjes gedaan. Gaan we nu in deze categorie pionnen zorgen. Jongens zijn er 12 jaar. Op de derde plaats, meester Wiesel. Die is namelijk 10 of 4 toch? Maar nu zijn we er eigenlijk weer bij. Heel goed, op de tweede plaats, Jorre Koster. Hartstikke goed jullie. En we gaan naar de binnen, Guus Herwijgers. Ah, mooi. Wij gaan naar de oudste categorie en we beginnen bij de meisjes. Ik noem het als Mirte Wolten voor de derde plaats. Op de derde plaats Mirte Wolten, de hoge prinsen Arte Ludwig. Op de derde plaats vragen we Wilco Kruijver. Op de mooie tweede plaats vragen we van anderen Wiep Zeilen. En op de eerste plaats in de midden Tara Benjamin. Van een hoge prinsen aan de diepe taas, zeker van de hoofdmuggen. Ik kan er een mooie foto van gemaakt worden. Hier is Mirte en Clara. Hadden we nog één categorie jonger. Derde plaats, Nout Meijer. 93. Tweede plaats, Niek Geerlijks. 99. En eerste plaats, Arne Kukert. Goed zo jongens, brengt u weer de hoofdmuggen in. En dan gaan ze voor deze drie. Nout, Niek en Arne. Met halfprijzen netjes uitgereikt. En gaan we het maken voor. We zijn bezig, dames en heren, met de Klepperstandlamp. Het is de 23e uitvoering. U hebt misschien nog wel eens over gelezen. Het is een echte klassieker in Harderberg. Deze mooie woensdagavond kijken we nu naar de 5 kilometer. Net de kilometer gehad, de 2,5 kilometer. Mooi wedstrijdprogramma. Allemaal onder auspiciën van de atletiekvereniging hier. Spurt 88. Het is de 23e uitvoering van de Mijn Visio Klepperstadlamp. Het zijn twee rondingen die lopen, dus we zijn halverwege. We zitten achterin. Nou, je kunt allemaal tellen, 2 keer 8 is 16. Dus we zitten met deze man op een mooie tijd hier met Martijn Dijkstra. En we starten met 517. Dit is Vincent van Doorne van Aakhuis en Elderen. Elkaar hier met Willem Kortman. En we starten met 505. Dat is niemand minder dan Harmen Hoogeling. Allemaal dus op weg naar die tweede ronde. Je zou ook kunnen zeggen de finale ronde. Je zou ook kunnen zeggen de bel voor de allerlaatste ronde. Met Jorn Kinkeren, Harderberg van de Rozenkamp uit de Rijssen. Het is veel rood wat we zien van Aanko van Elderen. De snelste dame is die rood, die Zonne Meijer. Is de snelste dame op dit moment in de doorkomst. We hebben een wedstrijd over 5 kilometer. Met 9 minuten en 14 seconden. Dat is de finale ronde van de dag. Met veel dames daarin, ook in die allerlaatste ronde, met onder andere Manouk Sanderman, Jolanda van Dam, zagen we daar ook in schuil gaan.
Dan 9 de wedstrijd. Dan zitten we dus echt op vandaag. Die dameskategorie en een mooie tijd. Zo rond de 18 minuten. Laatste ronde, het laatste rondje van de 5 kilometer. Klepperschaploop. We hebben deze mijn visio. Klepperschaploop. De 23e uitvoering daarvan. En we hebben een mooie rol in de stad. Annemarie Reda van AAC, de Asser Atletiekclub. Ook dus prima in de wedstrijd hier. Voor deze 5 kilometer, 10 minuten. Half. Kunnen we even. Op weg dus naar de laatste. Kan je een beetje. Voor jezelf nadenken, oké, okay, nog één ronde te gaan, dan weet ik ongeveer mijn eindtijd hier in deze wegwedstrijd van de Klepperstadloop, mogelijk gemaakt dus door Surf 88. 10 minuten onderweg hier voor dit evenement. Deze Klepperstadloop, de 23e. Goed, Laura, nog een rondje. Laatste ronde, 11 minuten. Dan is Herman Lenning nog niet eens opgewarmd, want dat is de man van de hele lange duurlopen. Die loopt niet nog mooi in de single over Enschede. Met de dochter Alja erbij. Mooie traditie zijn dat. In die mooie single over Enschede. Ja. Mannen, op weg naar een mooie tweede ronde hier in. Wat een mooie doorgang met Martijn Dijkstra, Vincent van Doorn en Willem Slotman. Dat waren de twee, drie mannen. De Razor Veen gaat op de weg naar die laatste ronde. Het is een mooi rondje, wat ik zeg. Voor deze wegwedstrijd. Ook allemaal niet zo eenvoudig, wat klinkt hier en daar. Dat... Voor de 5 kilometer, we zijn nog gelinkt en dan nog een harde berger. Arjen Slot, we lopen allemaal dicht bij elkaar. Wie heeft het meeste over in de finale? Wie is het sterk in de laatste ronde? De wedstrijd hier, parcourscore van de Rietsenbeteren, blijft in handen van Nick Mark. Van Arjen Maat. Prachtig gedaan, op weg naar een prima tijd door in de 17 minuten. Welke man van vandaag in deze wedstrijd is Martijn Dijkstra. Uit Hardenberg, een winnaar in Hometown Hardenberg. Dat is heel erg mooi. Een Hardenberg. De medaille. De nummer 2 van vandaag, Vincent van Doorne. Achter van Elmeren. En dan gaan we weg naar de hartslag hier van vandaag. Is Arno Huizinga, de man van SC Friesland. Staat daar een mooie derde plaats. Algemeen, we hebben natuurlijk ook categorieën. Hier is. Dit is Brandenburg, de stadnummer van 505, Harmen Hogeling. En ook de Vegarien Slot. Met mathematische precisie hier is Martijn Schakelaar. En het is een prima tijd, 1837. En hier wordt er nog een sprint voor een einduitslag hier. En dat is Erwin Slotman en Erwin Batterink uit Zevenswaard. Hier komt die Vullenmeijer. En die heeft een prima eindtijd voor de boek. Dat is bij de dames winnen. In Willemeijer, 18 minuten en 55 minuten. Hier komt Art Krijtjes, de laatste meter in de gigant, want hij komt binnen. Annemus en dan de volgende man in de wedstrijd, waar het gelijk is allemaal over doen. Willem Davidsen uit Polen natuurlijk. De nummer 2 van vandaag. Ja, dat moet ik niet zo zeggen, dat brand ik er niet aan. Met de snelste vrouw, 1848 ongeveer volgens mij. Yvonne Meijer uit Witharen en Dennis Brandenburg, volgens mij de eerste man met de 40. Ja, 68 ongeveer. Ja, ja 80. Hey, Yvonne, lekker gelopen? Lekker gelopen, ja. Ik heb een poosje geblesseerd geweest. Dus dit is eerst mijn eerste wedstrijd, dus mijn doel was om pijn, zonder pijn te lopen. Nou, dat is gewoon gelukt. Nou, en ook nog weer een mooie, redelijke tijd dus op zich, voor mij. Ja. Dus ja, blij, tevreden, ja, zeker. En wat zijn je volgende doelen? Nou, ik moet geleidelijk aan en weer een beetje opstappen, dus ik heb nog niet echt doelen. Nee, voor nu nog niet. Okay. Rustig aan. Oké, okay, bedankt. Ja. Dennis, ja. Als ik de uitslagen lees in de omgeving zie, dan zie ik je vaak staan. Ja, dat klopt. Je bent heel vaak aan het lopen. Dat klopt. Dat vind je lekker? Dat vind ik lekker, ja.
Of een gezond is de tweede. Want ik word wel vaak geremd, ook door de coach wel. Ja. Dus ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Eigenlijk moet je wat meer rust nemen, wat minder rust rijden. Maar ja, omdat ik het heel leuk vind, vooral die kick om die tijd verbeteren en het podium maakt het extra leuk, zeg maar. Ja, maar sport moet plezier zijn. Als jij het plezier hebt, dan is dat dan niks verkeerd aan. Dat klopt, maar je lichaam heeft ook rust nodig. Ja, dat klopt. En ik heb ook een periode gehad dat het minder was. Dus dat weet ik nu ook wel. Ja. Eerst de voor- en nadelen. Ja, ik heb het gezien dat in het begin liep je 17 met 50 17, en dan ging je in één keer naar 18, 30 en oh, dit is een dipje. Ja, ik heb geen mooie weerlopen niet. Ik hou niet van 20 of 25 graden, is voor mij eigenlijk een beetje een hel. Okay. Dus boven de 25 is voor mij helemaal niet te doen, maar onder de ook niet eens. Nee. Dus ik... ik zeg, als het onder de 20 is, of september, oktober, november zijn midden maand dat ik lekker kan lopen. Ja. Beetje van een voor- en najaar weer. Ja. Je woont in Steenwijk, ja. Je traint bij Cor. Ja. Is dat een bepaalde reden? Ik ben ook nog lid van AG85. Ja. En door hele corona gebeuren lag dat zeg maar stil omdat je niet kon trainen. Dus dan kon je van jezelf trainen. En ik had een wedstrijd licentie bij ACO. En ik zag dat je op de baan uit jezelf kon trainen. Er was iemand al bezig, maar ik deed niks. Want ik moest gewoon afstand houden, nou je weet hoe het gaat. Dus dan ben ik zeg maar ingebleven. Ja, 2 jaar lang deed AG bij niks meer. Heel jammer. Maar ik wou verder. Ja. En ik merkte dat het de baan heel leuk was. Dus dat ik meer de baan sneller kon lopen, had ik het idee dat ik sneller kon en daardoor ben ik blijven hangen, zeg maar. Ja. En nu ben ik weer ruim een jaar lid bij ACO dan. Je traint bij Cor? Ja, 2 keer de week. Wat is het geheim van Cor? Ze luistert het oor. Ja, als je kijkt hoe oud hij is en alle respect ervoor, maar voor de jeugd, tot pupillen, tot de masters, hij heeft een luisterend oor. En hij doet wat je gevraagd wordt. Natuurlijk, hij ook weer wordt van hoe moet je doen, hoe moet je niet doen. Maar hij verloopt het oor. Dat is heel belangrijk. Ja, want jullie winnen heel veel. Ik had een stukje geschreven dat was in de dansen. Ja, dat flink. Het rood gekleurd podium. Ja. En denk, nou, het is allemaal ACO. Ja, er zit erbij. Die zijn er supersnel. Ja, ja. Die zijn al vanaf. Pupil loopt niet al mee. Al, en die lopen 20 jaar rond al. Ja, ja. Dat kun je niet verslaan. Niet. Nee. Daar heb ik alleen maar respect voor. Ja. Ik ben gewoon te laat begonnen, zeg ik altijd. Ik ben van mijn 35e begonnen. Ik had gewoon 20 jaar eerder moeten beginnen. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ja. En tot ziens. Ik zie je wel vaak op Duitse aanleiding. Ik denk het al. Ik denk gauw genoeg weer. Ja. Goed. Jij ook bedankt. Ik wil wel helpen. Hè? Ik doe dan woensdag. We zijn allemaal gevraagd voor de Dankjewel.
Voor de mooie tweede plaats, Jeroen Loeskerpen uit de Rome. 18 minuten en 19 seconden. Dezelfde man is het vandaag nog aan Dennis Brandenburg. 18 minuten en 15 seconden. Ja, dankjewel. Ook op de 10 kilometer. Hier in Hardenberg, hier is Carla Geesing uit Hardenberg. En we zien ook de doorkomst daar van Brian, met de Veneman. Ja, hij mag ook weer van, hier vaak naar. Ja, mag heel veel. Anders. Daar staat de plan. Wat een tempo hebben we hier. Wat een tempo. Ja, nee, maar best een beetje dat zo'n stukje druk. Veren, nee, kom op hè. Ik heb er veel van goeie. Meneer van de camera en de koffie. Ja, dan mag je zien hoe goed dat weer bezig bent. Hè? Kijk eens, alsjeblieft. Suiker en melk. Geen zicht op wie het gaat winnen. René van Beek of Sebastian Kool? Wie gaat hem winnen? Wat? Wie gaat hem winnen? Nummer 2 of 1? De eerste. Denk je? Ik denk de andere. Ik ken die jongen niet. Ja, die komt naar Hardenberg. René van de Beek. René van de Beek? Ja. Ja, maar dat is ook weer een jongere generatie. Ja, maar hij zegt altijd wat er komt. Dat is heel vaak win ik niet mee. Gaat ook op weg voor zijn finale ronde. En het geldt ook voor deze lijn. Het gaat er achter de den 4. Het gaat naar een mooie tijd hoor. We zitten nog 34 minuten. Sebastian Kool heeft dan toch nog in die laatste ronde iets gevonden op de grote lijn om hier naar de winst te gaan. Luna van de 23e uitvoering van de lijn, die veel kletters gaat lopen, is een echte krijger. Sebastian Pauw, en aan de mannen dan nog zo goed gelopen. Ja, 35 net aan. Prachtige draaien hier op de finishlijn. René van Beek, prachtig. Maakt ook een hele mooie wedstrijd van. Dat dan keurig in de twee. Sebastian Pauw, en het is dan verzonderd van de lijn. Ik had hem hier nog gewoon, je moest staan. Prachtig natuurlijk, want dan loop je naar de finishlijn. De laatste ronde, ook nog voor Rina Meijer, gaat ook zich melden voor de allerlaatste ronde. We kijken in de middag, vandaag is straks de ronde 3 komen. We staan nog altijd in een video. Maar Sigmund, Ietse, Wagenburg, zijn dat dan nog altijd de mannen bij elkaar? Lukkig, Jaap Tiggebaan, de nummer 3. Wat doen we hier te waarden? Toch nog een beetje los in die afstandende uit de klas Dina Veen. Is dan de volgende leg op de 38 minuten. Bij de baas overal, 38 minuten. En dat is een netjes zaak hier op 4 kilometer. René van de Beek wordt tweede op de 10 kilometer in Hardenberg.
loopt een dik persoonlijk record, maar hij heeft bijna 9 kilometer op kop gelopen. En voelt zich natuurlijk wel een beetje lullig dat die man in de laatste kilometer over hem heen gaat. Wat vond je ervan? Ja, het was sowieso mooi om hier in Hardenberg een rondje te lopen. Ik woon hier natuurlijk en veel bekenden langs de zijlijn, dus het was super gaaf. En ja, dat ik dan die laatste 100 meter ingehaald word, dat zo so be it. Ik heb een mooi PR gelopen, dus daar gaat het om. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Maar je voelde wel dat hij constant had te pushen? Ja, hij zat wel telkens in mijn rug inderdaad. Dus, maar dat scheelde voor mij ook een stuk, want ik had daardoor ook wel de drive, zeg maar, om hard door te lopen. Dus ja, dat ging echt heel goed. Dat was fijn. Ja, je bent nu hartstikke fit nog, dus je hebt goed gelopen. Ja. Dik tevreden? Dik tevreden, ja. Super tevreden. Dus mijn dag kan niet meer kapot. Bedankt. Super. Ja, graag gedaan. Ja, daar ben ik maar vanaf. Kijk eens. Dank je. 41 minuten wedstrijd. En ook de binnen die opstaan van Willem-Jan Kortman. Volgende leiding we gaan buiten. En straks in de historie op de Hardenberg. Op die kracht in de uitslag. Die zich meldt voor een uitslag hier. In 43 minuten. Jan Dussen. Gelijk afval. Oké, okay. Eerste dame. Ja, dan gaan we vast applaudisseren toch. Als je de winnares wordt van de 10 kilometer in Hardenberg. Op deze hele mooie woensdagavond heb je dat geweldig gedaan. Fantastisch gelopen, Rosanne. Mooi gedaan. De allersnelste van 10 kilometer. Oh, waarom heb je hem achtergelaten? Waar is dit? Ja. Hallo. Ik heb hem Ik heb hem. De man uit NWK, Jimmy van Lunnen, in een hardloopwedstrijd. Ik hou je nog een nummer. Rosanne Otten hier. Maar nu wordt dan de tweede en de derde dame in de uitslag van deze mijn gedaan. Jaak Kooperkiende en Patrick Nijlander aan Jan Veuren. Categorieën. Deze tijd is de Erik Taartens, René van der Beek, Jaap Stugeman, Sander Plaggemaar, Sebastian Pol, Ietse Wardenburg, Thomas van der Wal, Victor Kaal, Severin. De omstandigheden hier van de Zuiden en Loven gaan we staan op een derde plaats. Maar nu op het podium, Ria Meijer. 50 minuten, 28 seconden. Op een tweede plaats van de kant op de Hardenberg, Rebecca Kelder. 49 minuten, 18 seconden. De onderhoudbeheerders op de allersnelste van alle dames is Rosanne Otten. Goed, dames, nog even voor elkaar staan.
Nog een applaus voor Mira, Rebecca en Rodan. Dan gaan we nu horen Martine Ortega. Dus als de eerste dames even de podium vrijmaken, Aans, Marguerite, Jan, welkom. Op een mooie tweede plaats in deze categorie, Seth Riemens. En de winnaar in deze categorie, Victor Kaal, 39 minuten en 32 seconden. Maar vraag ik even een applaus voor Jan, Seth en Victor. De beste winnaar bij de mannen vraag in de categorie. De ceremonie, voor de derde plaats van hierheen, Thomas van der Hoop. Voor een mooie tweede plaats over het klas iedereen, Inse Waardenburg. En de overal winnaar, best van allemaal vanavond, is Sebastian Pol. Op tijd 35.06. Maar, ik hoor je aan tafel staan, en voor een mooi plaatje, Thomas van der Wouw, Inse Waardenburg en Sebastian Pol zijn de beste drie. Stugelmaat! En dan gaan we naar de senioren, René van der Beek. Dankjewel, hè. Oké, we gaan hier naar de senioren van dit trio. Sander Plagamaras, Jaap Stugelmaat, René van der Beek. Goed, dames en heren, wat is dat? Synchronisch waar dit. Alles goed, zonder handen. Mijn naam is Jan, graag voor u gedaan en tot de volgende keer. Ja, jij kunt mooie foto's maken.